Goedemorgen. Vandaag heb ik mijn eerste dag dat ik allemaal reps moet draaien. Misschien super cool. Eigenlijk is dit vandaag mijn eerste echte werkdag als nieuwe rapper. Een beetje spannend, een heel klein beetje spannend. Ik ga iets oranje aandoen. Goed idee. Goed idee. Oeh, ik word zelfs geschminkt, dus ik moet dat nu niet doen. Maar ik ga nu rustig ontbijten. Mijn reps is doorlezen en dan moet ik de trein pakken. Spannend! Goedemorgen. Ik ben onderweg naar het station. En ik denk dat ik echt bijna te laat ben. Dus ik moet even lopen voor mijn trein. Mijn trein is net gewoon voorbij gereden voor mijn neus. Terwijl ik echt wel op tijd ben. Dus dat betekent dat ik nu een andere trein moet nemen. En ik hoop echt dat ik niet te laat ben. Stel je voor dat ik op mijn eerste dag te laat ben. Kan niet, hè? Ik ben nu in Brussel-Noord en ik ga nu de tram nemen hier naar de VRT. Ik heb net al mijn rapsjes gelezen wat ik vandaag moet doen met Sien. Dat is zot, hè? Ik kan dat echt niet geloven dat dat nu, dat dat echt is. Snap je dat dat raps zijn voor mij geschreven, dat ik samen met mijn andere rapper moet doen? Ik vind dat echt zot. Ik kan dat niet vatten. Ja, het is gelukt. Zelfs met mijn vertraging ben ik er op tijd. VRT toren. Super cool. Ik zie er super dood uit, ik weet het. Maar ik ga nu naar de make-up. Dus het wordt beter. Het blijft niet zo. Nu is het echt wel erger. Erger dan anders. Ik heb vandaag mijn eerste rapdag samen met Sien. Ja, Gloria, jij vraagt aan mij of ik er klaar voor ben. Ik ben er al 8 jaar klaar voor. De vraag is eerder of jij er klaar voor bent. Ja, ik weet het niet. Even schminken, want ik zie er nu vrij dood uit. Dit is Mart. En die gaat mij leiden naar de studio, want ik ben nog een baby en ik weet niet waar dat is. Ze moet zich al rappen, want ze is al te laat. Komt goed. Zin in. Goeie eerste dag. Hey, ik heb net dus, amai, ik heb net mijn eerste paar rapjes opgenomen en ik heb ook net samen met Sien mijn andere woorden opgenomen en dat was super cool. Dat was natuurlijk wel spannend. Ik ga nu even mijn gsm zoeken, want ik ben dus mijn gsm al kwijtgeraakt op de VRT. Kei tof. Oh my god. Oh, kijk waar we zijn. Dat zijn de boxen waar dat ik in stond en waar de Adel in stond. Dat was zo spannend. Dat was echt niet normaal, maar wow. Ik ben echt helemaal verloren aan het lopen. Gelukkig ben ik aan het filmen, want anders was dat nog gênanter. Oeh, en hier is de regie. Kijk. Cool, hè? Dus ik ga even mijn gsm zoeken, want ik denk dat ik die vanochtend bij de schmink ben vergeten. Mission failed. Ik ben helemaal verloren gelopen. We zijn dus al heel veel aan het opnemen. Het is bijna gedaan, denk ik. Hier zien. Hoe vond je het al vandaag? Ik vond het leuk. Ja? Maar vond jij het al leuk? Ja, ik vond het ook wel leuk. Maar wel spannend, hè? Ze moet nog veel leren, ze kent letters. Ja, en het leek een beetje vandaag dat Sien mijn mama was. Ja, maar dat was echt voor... ik wil niet een mami zijn, want ik ken me. Het was wel een beetje. En hier is de ploeg. Hallo! Superleuk, met Niels in de kinderstudio. En ook met niemand minder dan jullie kennen hem van in de Ketnet Studio. Wij zijn klaar. Ja, we hebben vandaag onze eerste rapdag gehad met Gloria, onze nieuwe rapper. En ze heeft dat super goed gedaan. Ja, echt. Ja, echt maar super goed. Echt waar. Het was wel heel leuk. Zo,
Ik heb net een hele dag gerapt met Sien. Het was kei leuk. Het was goed en ik zou zeggen, een goede eerste werkdag eigenlijk. Goedemorgen baby's. Ik heb vandaag mijn tweede werkdag eigenlijk als prepper echt. Vandaag moet ik een actua filmpje gaan draaien. Dat is dus een filmpje of een spelletje of iets gewoon over iets in de actualiteit van deze week. Het is de eerste keer en het is alleen, dus het is wel een beetje spannend. En ik ben nu nog in Gent, dus nu neem ik de trein naar Brussel. Amai, er was net een mama die van haar fiets stapte, mij aansprak en vroeg of dat hij een foto mocht. Gek hè? Sorry, ik ben er aan het eten, maar zo raar! Hallo, wilt jij een foto met mij? Mijn trein had een keiveel vertraging, dus ik ga al te laat zijn op mijn tweede dag. Ik kan toch niet. Waarom ben ik altijd te laat? Het is verschrikkelijk en ik kan daar dus niks aan doen. Hè. Dat is gewoon de trein. Ik ben er. Ik ben dus te laat. Maar ça va, niet zoveel te laat. En toen kwam er mijn trein en ik kon er echt niks aan doen. Maar, stoem hè. Gelukkig heb ik al een badge terug, want echt. Stel je voor dat ik nog altijd mijn badge kwijt was. Goed. Ik ga nu naar de redactie van Ketnet. En dan gaan we Actua filmpje eerst bedenken zeker voordat we dat gaan opnemen. Ik weet echt van niks. We hebben dus net hier in dit kleine kamertje bedacht wat we gaan doen voor het filmpje. En mijn team voor vandaag is Bert. En niemand minder dan Inja. En natuurlijk ook René. We hebben dus een liedje, alleen ik niet, de anderen, hebben dus het liedje van Like Me geschreven en we gaan dat nu opnemen. Oeh, tof. Dag hé. Dag. Maar Bert, wat gaan we nu doen? We gaan nu uw vocals opnemen voor het nummer voor wat? Eigenlijk, je weet het eigenlijk. Dus nu gaan we in de studio, ja, snap je, gewoon in de studio opnemen. We zijn er, we zijn er. We zijn er, och, we zijn binnen, wauw. Ja, ja, zeker. Ja, ja, zeker. Met de camera. Het wordt heel gepast. Ja. Actie. Dit is mijn allereerste week dat ik mag rappen op Ketnet. Jij stemde en ik was verkozen. Nu wel stressprotjes op toilet. Zo. Opnames. Het staat erop. We hebben het. Wah, wah. Terug, Gloria! Oh, ik dacht even dat ik dood ging gaan. Het staat er dus op. We hebben het ingezongen en nu gaan we filmen, hè? Snel, snel, snel. Dank u. Oké, iets wat ik goed kan, vallen, dat gaan we nu doen. Hier, Sommie, ik geef u de vlog. Ik heb hem, ik heb hem. Oké. Okay. Ik ben al te laat. Amai, ik ben al veel tegen deuren gelopen, maar ja, dat is iets wat ik goed kan. Dus het is wel goed aan het gaan eigenlijk. We zijn bijna klaar denk ik. Nog een paar dingen en een beetje verkleden ook. Het gaat kei tof zijn. Het toffe is aan deze job, mag ik ook de hele tijd eten. Ik mag heel de tijd eten, ik mag heel de tijd vallen. Ik mag heel de tijd samenwerken met hele mooie mensen. Echt zo'n goede sfeer op de werkvloer, geen pestgedrag. Bert, wat doet jij nu? We gaan nu het laatste deel filmen in de Ketnet studio. Ja. En dan zijn we klaar voor vandaag. Dan zijn we helemaal klaar, eindelijk. Eindelijk. Ik zie er goed uit, hè? Ik weet het. Echt een top outfit. Dit is mijn allereerste week. Ah. Het staat. Tof hè? Dag vloggertjes! Dag! Vlogger de vlogger de vlog! Allemaal hoog zeker!